Goedemorgen, gisteren zijn we iets vergeten. We zijn gisteren vergeten om de gordijnen in de babykamer te laten zien. Voilà, die ben ik dus gisteren nog gaan ophalen. En we hebben ze ook toen gehangen. Maar ik ben dat vergeten vloggen, dus bij deze. Ze hangen. Kijk. En het houdt nu ook de zon tegen. Dat is heel erg goed. Het houdt de warmte tegen. En ja, mag er wel tevreden van zijn, hè. Het ziet er goed uit. Het is fijn. Gisteren dachten we trouwens ook dat er geen water ging zijn. Wel, vandaag is het water afgetapt. Allee, het is afgesloten. Niet omdat we onze rekeningen niet betaald hebben, maar omdat ze werken in de straat aan het uitvoeren zijn. En ja, daardoor hebben we dus geen water. Niet dat dat zo heel erg is, want we waren erop voorzien, van een briefje gehad. Alleen dachten we dus dat het gisteren was en het is vandaag. Maar daar zijn we dus gisteren achter gekomen, want om 8 uur hadden we nog water, terwijl het eigenlijk niet meer mocht zijn. En hier was echt zo, goh, denk dat 20 na was, dan was het zover. Dan sloten ze hier het water af. En nu hebben we dorst, natuurlijk, hè. Maar je weet of je weet niet, maar wij hebben dus een koffie- en theehuisje. En we hebben in totaal, we hebben net geteld, 7 toiletten in ons huis. Nee, wij hebben 6 keer een toilet en 1 keer een urinoir. 1 keer een urinoir. En ik ga 1 keer al gebruik maken van de sas. Want ik moet naar het toilet. Ja, dus we hebben nog maar 6 toiletten vanaf nu. Ja. En zijn we nu weg, hè? Ja. We gaan iets heel leuks doen. We gaan naar ons klein geluk in Herentals. Ja. En daar gaan we naar ons klein geluk kijken. Hè. Ik ben daar ook al een tijdje geleden ook al geweest toen voor een zwangerschapsmassage. En dat is me daar toen zo goed gewoon meegevallen. Dat ik heb bij de besloten om vandaag opnieuw een zwangerschapsmassage daar te laten doen. En we gaan ook nog iets anders heel erg leuks doen. We gaan ook nog naar onze baby in 3D gaan eigenlijk kijken. Ze maken daar dan ook nog een keer zo pret-echo's. Dus zwangerschapsmassages. Ze doen daar ook nog eens een baby-spa. Ja, dus heel leuk. Ik ben benieuwd. Allemaal leuke dingetjes. We gaan er naartoe. Hallo. Dus, voor de baby. Gaan we eens kijken, hè. Is moet ik het lager? Dat is een lommetje, hè? Ja, dat je het maar even weet. Ja, dat weet het, dat iedereen het ook. Ja. Onze babyboy. Een babyboy, voilà. Ja. Kijk, daar zie je alles goed liggen. Hè? Ja. Zie, dat is zo het hoofdje, het neusje, ja, dat zijn de lipjes. Ik zie heel veel hier van onder. Dus dat wil zeggen, als ik hier scan, dan zie je het hoofdje liggen. Dat wil zeggen ook dat het hoofdje naar beneden ligt. Hè? Dat is perfect, hè? Ah ja. Kijk. Oh. Ah ja, hier zie je mooi zijn vorm. Zo. En zelfs denk ik wakker ook. Ja, is precies toch inderdaad. Dat is wel rustig, hè? Hij heeft wel zijn handje op zijn gezicht hier in eerste. Is hem niet aan het duim, want meestal heel vaak duimpje. Is het waar? Ja. Het is gemakkelijk, hè? De duim kunnen niet kwijtgeraken. Nee. Ik heb dikwijls straks moeten opstaan voor het toetje te gaan geven. Ah, ja. Dus, je ziet dat een klein beetje, hè? Maar als hem als een hand ook nog bij voor ligt, zie je hier al zo'n mondje, neusje en ogen. Mooi, hè? Ik ben altijd een beetje voorzichtig dat het recht op de zijde draaien en zo, want soms draaien ze dan ook volledig weg. Ah ja. Dus, en nu hebben we een half gezichtje, hè? Kijk, hier zie je neusje, oogje, mond. En ik denk dat dit een stukje van zijn hand. Dat is een oogje hier, ja. En dat is hier zijn een handje. 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 Zijn handje of een armpje? Ja, het, is zo, het ligt eigenlijk ja, zo. Ja. Ja. Hij heeft zijn handje zo. Ah, oké, okay. Leek op duimen. Nee, inderdaad. Misschien er juist aan het oude. Ja. En dan zie ik hem hier de buur laten. Ja. Dat wil zeggen, als je zo licht gaat, zie je dat de baby eigenlijk zo in de buik. Ah, ja. Je bent nu anders gaan liggen. Ja. En de baby is ook wel wakker en hij zal het voelen wel zacht, zoals hij beweegt, maar hij denkt niet dat zijn hart gaat bewegen. Nee, nee, nee. Ik ga denken dat je nog. Ik dat ook aan. Ja. Het is een klein jermetje. En ze hebben allemaal een dikke neusje in de idee. Ja. Het klopt goed, hè? Ja, het is mooi, hè? Stevig, hè? De foto's en de filmpjes die gemaakt worden, die kunnen we achteraf ook bekijken, zeker, hè? Ja, dus natuurlijk nog via ja. Kijk, top. Dus dat kunnen we achteraf nog eens bekijken. Allee, eigenlijk op dit moment dat deze video online staat, hebben we die filmpjes al. Ja. Ze zullen eens een paar filmpjes laten zien nu.
Wow, ja. Echt zo. Ja, ik vond dit echt heel erg leuk. Oh, we zijn nog niet klaar. Jolien die krijgt ook nog een massage, een zwangerschapsmassage. Dat gaan we nu doen. Zeg je goed? Ja. Gezellig hier, hè? Ja. Ga straks nog even naar de mama van Jolien. Eerst nog eventjes een breakie doen. Ik ben benieuwd hoe dat geweest is. Ga je het straks vertellen? Ga ze eens vertellen, ja. Ik ben nu bij mijn mama thuis. Het was echt gewoon zalig. Echt waar. Het is zo'n grote aanrader voor iedereen. Ik heb er echt zo hard van eigenlijk genoten. Van dus zowel dus ook nog een keer dus ja, dus, ja, de zwangerschapsmassage natuurlijk. Dat was gewoon mega ontspannend. Ik voelde het helemaal zo wat tintels in mijn hoofd. Helemaal zo. En het grappige ook nog was, ik voelde ook nog de baby heel erg ontspannend wat bewegen. Hij vond het ook heel erg leuk, dus de zwangerschapsmassage. Maar ik vond het ook gewoon fantastisch. Super leuk om gewoon onze baby in 3D te kunnen zien. En ik wil zeggen, ja, dat is toch zo een speciaal moment. Een helemaal, ja, een ander beeld toch ook wel. Van een andere visie dat je hebt toch ook wel. Van dan de vergelijking met mijn dus, ja, gewone echo's. Ze hebben dus 3D echo's gemaakt. Dus echt zo dat echt eigenlijk kan zien wat echt eigenlijk aan de baby er nu uitziet. Maar ook nog wel, ook nog een keer een 4D beelden. Dus eigenlijk dan dat dan, ja, echt, ja, filmpjes, dus eigenlijk dan 3D beelden die dan bewegen. 4D. Echt, dat is gewoon heel erg leuk. En het is ook heel fijn, want ze dus echt daar ook heel erg veel uitleg ook nog een keer bij kunnen geven. Ze zijn echt wel professionals. Dat is ook wel heel fijn. En ik vond het, ja, ik kan eigenlijk niet meer zijn als gewoon. Ik heb gewoon zo mega hard genoten. En Jelle trouwens ook, want dat is ook fijn, want de partner die kan dus ook eigenlijk meekomen. En dat is echt gewoon heel fijn ook dat Jelle er ook nog eens bij kon zijn. En dan heeft hij ook nog een keertje ook onze baby kunnen zien, ook op echo. En ik vind het ook wel heel, heel spannend, heel leuk, dat om het gewoon zo op echt een andere manier zo een keertje zo te kunnen zien. Zo van, we hebben al heel vaak, ja, natuurlijk ook onze echo-foto's gehad in het ziekenhuis. En dan weten we al een beetje ook hoe dat die gaat uitzien. Maar nu toch zo'n 3D-beeld is toch helemaal iets anders als hoe dat we eigenlijk er voorheen hebben gezien. Dus ik zou het ook echt zeker aan iedereen wel aanraden, want doe het ook een keertje als je zwanger bent. Een 3D-echo, een pret-echo noemt dat trouwens. Zeker was het eigenlijk een aanrader. En vergeet ook gewoon jezelf niet als zwangere vrouw om toch ook een keertje, ja, te genieten. Om eventjes nog te ontspannen. Eventjes gewoon een relax massage. Het is gewoon zalig. Echt waar. Ik ben weer helemaal weer volledig weer opgeladen. Dus ik vond het echt, echt zeker als een dikke aanrader. Ik zal hieronder in de omschrijving ook nog een keertje de website zetten van Ons Klein Geluk in Herentals. Dan kun je het ook terugvinden. Ik had het vanmorgen ook al gezegd, ze hebben ook nog wel babyspa. Dat heb ik vandaag trouwens ook eventjes ook eigenlijk mogen zien. En dat vond ik ook wel heel fijn. En babymassages doen ze er ook nog. Ze doen eigenlijk heel wat, maar bekijk het eventjes op de website. Dan zal je zien dat er wel zeker als stel ook nog wel een leuke activiteit bij is voor jou als zwangere vrouw. Of als je nog maar net eigenlijk een kleine baby hebt. Zeker heel tof. We zijn trouwens ook nog naar mijn mama doorgereden dus, naar Herentals. Omdat zij dus best nog wel dicht in de buurt van Herentals woont. En aangezien dat er bij ons thuis toch vandaag geen enkel stromend water is. En hier is het ook opmerkelijk veel frisser. Dan ben ik zeg van, kijk, dan komen we vandaag gewoon eventjes wel gewoon hier vertoeven. Om eventjes toch nog wat te kunnen overbruggen. Dat we dus eigenlijk, eigenlijk niks aan water hebben. En zij hebben hier vandaag ook nog bezoek. En niet zomaar bezoek. Onze kleinste familie hier. Hallo. Dag Kilian. Dag Kilian. Dag Tante Jolien, zeg. Oh, schattig. Kan ik een kusje? Echt een kusje? Mwah. Mwah, zeg. Mwah. Wat een liefje. En kijk eens wie hier nog is. Roan. Ja. En Jenno en Roan die zijn dus nu momenteel nog met eigenlijk waterpistolen aan het spelen. Het is zo'n goeie weer. Dus ja. En onkel Jenno en Roan die zijn hier aan het spelen met een watertafel. Als het balletje boven is. Ja, maar niet de blauwe. Ik
de gele. Wil jij graag de gele? Ja. Ja. Je moet dat wel in dat gat doen, hè? Ja. Nee, niet doen. Maar ik raak daar toch niet met mijn pistool? Ja, maar kijk jou wel. De haken. Je moet dat in die kruiwagen, niet hier in dat gat. Normaal is dat hier voor in dat gat. En dan gaat dat balletje omhoog. En wie dat eerste boven is, die wint. Ja. Een gatje schrijven. Kijk, en als dat balletje boven is. Kijk, hè. Als het balletje boven is, dan spuit er geen water in. Wauw. Leuk. Je ziet het, hè. Het is hier waterplezier voor jong en oud, hè. Dat is niet erg. Dat is een beetje warm. Zie zo. Ik ga mij terug een beetje wat in de schaduw zetten, want nu ik zwanger ben, vind ik zo de zon toch minder eigenlijk aangenaam. En hier onze kleine kapoen is hier ook nog bij mijn mama nog een beetje nog aan het spelen, ook in de schaduw. Ga ik mij gewoon bijzetten, zie. Onderlijfel. Beetje relaxen. Het was een hele, hele leuke dag. Ik heb ook nog fijn met de kindjes gespeeld. En nu zijn we terug thuis en zijn we eigenlijk ook alweer een beetje bezig met de voorbereidingen van GOT. Want morgen dan gaan we terug open met ons terras. Het is een van de laatste dagen. En wat er precies aan zit te komen, goh, dat hoor je misschien morgen. Maar er zit iets leuks aan te komen. Je hebt het misschien al gezien op Instagram. Ik weet het niet. Als je ons daarop volgt, dat je dan misschien al iets meer weet dan. Misschien wel, misschien niet. Ik weet het ook niet. Goed. En anders zie je het morgen wel misschien in de vlog. Misschien. Zou het dan al vertellen? Ik weet het eigenlijk niet. Tot morgen! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.